Destiny, The Witch Queen. We hebben er lang op moeten wachten. Ja, ik kreeg echt zo'n realistisch momentje toen ik die Fabulous Fireworks Welkom. Want voor mij is dit ook absoluut zo'n moment geweest. Dat was ook echt de vibe die ik erbij kreeg. Want ik heb de afgelopen dagen... Ik kon niet vanaf launch day spelen vanwege een bruiloft die ik had. Maar ik heb de afgelopen dagen... ik hoef jou niks te vertellen, Mr. Elden Ring. Maar ik heb heel wat uurtjes Destiny gespeeld. Tot diep in de nacht vaak nog. Gisteren nog even tot 3:30 na studiovoetbal nog even doorgaan. Oh, ik ben nog doorgegaan? Ja, offstream. Ja, ik moest even die rank 15 halen. Ik moest slapen. Maar het is hier eindelijk, jongens. Destiny the Witch Queen. Uitgesteld natuurlijk. Vanwege alle thuiswerk problematiek die veel developers natuurlijk voor de kiezer hebben gekregen. Wel in een tijd die ontzettend volgepropt is met allerlei topgames. Elden Ring is er daar natuurlijk eentje van. Maar Cyberpunk besloot ook last minute gewoon de next gen update daar te droppen. Horizon. En Horizon Forbidden West natuurlijk. En dit is een live service game. En dat vraagt zoveel fucking tijd van je. Is dit een goed moment geweest om Destiny te releasen? Nee. Als in, ik probeer mijn leven nu op te delen in een multiplayer segment en een singleplayer segment. Mag het heel duidelijk zijn dat Destiny dan dat multiplayer vak gaat vullen en Elden Ring dat andere deel van mijn leven. Maar ik vind het moeilijk, want dit kost veel tijd. Allebei kosten ze veel tijd, dus ik vind de timing vrij ongelukkig, maar dat is meer persoonlijk. Er zullen vast mensen zijn die gewoon één ding kiezen en daarop kunnen focussen, maar ik heb voor nu de noodzaak om Destiny... Dat is altijd een beetje een ding, weet je. Destiny wil je altijd eigenlijk al de eerste week even goed bij zijn. Ja. Eerst een paar weken, want dan kun je nog een beetje meedoen met de raid, nu die nog relevant is. Het is een game die je niet na 4 maanden of na 3 maanden pas wil oppikken. Ik snap dat het heel veel gedaan wordt. Ik dus wel noodgedwongen. Ja. Althans niet per se na 1-2 maanden, maar ik bedoel, vanaf launch heb ik hem 2 dagen kunnen spelen. Ja. En daarna moest ik hem toch wegleggen, weet je wel. En ja, die gaat wel weer opgepikt worden, maar over... Een week of 3. Heb je het over je kind nu? Want die heeft het zelf, denk ik, op dit moment. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar ik zeg dit inderdaad, omdat ik heb een beetje het gevoel, en misschien kunnen jullie dat bevestigen, ja of nee, dat deze game een beetje ondergesneeuwd raakt door al het geweld wat er omheen gaat. Ook als ik een beetje de Twitch-cijfers kijk, het valt een beetje tegen vergeleken met voorgaande releases. Het voordeel wat deze game heeft, is dat het een live service game is, die echt nog wel gewoon de komende tijd gespeeld gaat worden. En op het moment dat de Horizon Forbidden West uitgespeeld is, of een Elden Ring grondig doorgespeeld is, dan komt deze vanzelf wel weer bovendrijven. Ja. En dat hoeft maar een paar, grote influencers en streamers te zijn, weet je wel, mm-hmm. die bekend staan om hun Destiny 2 streams. Ja, jij? Niet per se, nee. Je bent naar Bungie geweest. Dat wel. Ja. Dat alleen de echte fans gaan naar Bungie, hè? Koos... Een soort passive Eternal aggressive. Grudge. Ik voel weer passive aggressive hier opkomen. Dat voel je heel goed. jij bent de volgende die mag gaan. Maar die komt wel weer bovendrijven. En niet zonder reden. Want wat ik ervan heb kunnen spelen, maar ook heb kunnen zien, is dat dit een hele bijzondere expansion toch is. En dat zag ik al aankomen. Mm-hmm. Maar ja, ik wist tegelijkertijd ook van, ja, maar nee, ja, sorry, ik wil dit heel graag spelen, maar het kan gewoon niet. Want een andere game heeft mijn prioriteit in deze periode. En daar baal ik van, want als ik kijk naar deze omgevingen, die een soort van meer handgeschilderde vibe afgeven dan in het verleden, denk je wel van, oh, hier is werk in gestoken. Ja. En niet alleen de omgevingen, ook gewoon de story. Zo, en, absoluut. En gewoon nieuwe verbeteringen en veranderingen die nu zijn toegevoegd aan deze Witch Queen. Het is nogal wat, hè? Misschien moeten we beginnen bij het begin. Dat was mijn punt ook. Van hij, weet je, het is misschien een beetje een ongelukkig moment dat hij uitkomt. Maar ze hadden ook niet meer langer kunnen wachten. Want je merkt ook wel, de laatste expansion liep een beetje op zijn laatste benen natuurlijk. Daar kwam gelukkig nog wat 30th anniversary content bij. Dat heeft het toch wel een beetje opgerekt. Maar de rek zat er wat dat betreft wel een beetje uit. Dus ik ben echt dolblij dat het er is. Maar jij wilde beginnen over? Nou ja, ik dacht meer beginnend bij het begin. Want we hebben nu even gehad
over inderdaad de timing dat de game is uit, of dat de expansion is uitgekomen. En het is inderdaad geweest na enige tijd van toch wel semi-droogte. Ja. Dus je kon ook inderdaad niet echt langer wachten. Maar wat krijgen we nou eigenlijk nu? We hebben al iets gezien van de laatste, nou laten we even zeggen het laatste jaar. Met de seizoenen. Ze zijn wat mij betreft beter geworden in het vertellen van een ongoing story. Yep. En dat is hier een beetje, hier komt het een beetje samen. Het afgelopen jaar hebben we eigenlijk gezien hoe Savathûn, en dat is de Witch Queen. Broer van Oryx, de grote bad guy uit Kingsfall, Destiny 1. Ja, de Queen of Cunning, of the God of Cunning, weet ik niet, niet Cumming trouwens, sorry. Ja, zij is van het liegen, bedriegen. En ik zal niet spoilen, maar ze, ja, precies. Een beetje de Loki onder de. Behalve dat ze eigenlijk wel in en in slecht is. Dat weten we niet. Nee, inderdaad, trouwens, dat weten we niet. Nou, goeie, inderdaad. Ja. Maar zij ja, dit hele jaar lang is het al. Bouwt het een beetje hier naartoe op. En hier gaan we zien wat zij eigenlijk allemaal doet, allemaal heeft gedaan. Hoe dat is komen te ontstaan, die hele reis die zij heeft doorgemaakt. En dat resulteert zich onder andere in het bestaan van Hive Guardians inmiddels. Yep. De Hive, een vijandelijk ras in deze game. Ik probeer het even ook voor de leek uit te leggen. Doe dat maar niet meer. Nee, maar er zijn heel veel mensen die nu nog zeggen... Is er een moment om nog in te stappen? Ja, ik zeg gewoon nee. Dat is bullshit natuurlijk. Ik krijg heel vaak die vraag van... Is dit een moment om in te stappen? Ja, de grote uitbreidingen zijn altijd het moment om in te stappen. Want iedereen begint op hetzelfde light level. En alles wordt eigenlijk op het begin weer een beetje... Vooral de vernieuwingen via een tutorial. Mensen snappen er geen moe van, man. Ja. Het is te laat. Als je nu nog niet ingestapt bent na 5 jaar, laat maar. Bullshit, man. Ik heb zoveel mensen geonboard de afgelopen jaren. En dat zijn gewoon diehard Destiny spelers geworden. Mm. Maar wat jij zegt, weet je, de grote expansions, dat zijn... Eigenlijk de punten waarop iedereen weer even vanaf nul begint. Of in dit geval vanaf 1350. En daar wordt ook alles weer uitgelegd alsof het je eerste keer kan zijn. Weet je, de tussentijdse expansions en de seizoenen die natuurlijk doorgaan. Daar wordt niet heel veel uitgelegd. Maar elke keer als er een grote expansion is, dan wordt het nog wel dusdanig goed uitgelegd. Ja, okay. Dat je zou kunnen instappen. Ja. Maar goed, mocht je dus instappen, dan heb je dus te maken met de Hive. En dat is een vijandig ras. Jij bent de Guardian. Doorgaans, eigenlijk tot het afgelopen jaar, was het heel erg van... Okay, de Guardians zijn de dragers van het licht. En het licht is het goede. Hè? Het licht is het goede. En een heel soort van heel dogmatisch. Heb je altijd maar het idee gehad dat jij een soort van Jedi was... Niet wetende dat het eigenlijk een beetje een soort van grijs gebied is. En dat is meteen een van de dingen die ik knap vind van het afgelopen jaar. Dat ze heel erg het idee hebben in weten te krijgen van oké... Okay, nuance. Er is een onverteld verhaal. Ja. Er is iets over onze geschiedenis wat wij niet weten. En waar beginnen we langzaam bij beetje beginnen we de sluier op te lichten. Ja, en dat resulteert nu in het feit dat dus de normale vijanden... De gasten die misschien als de duisternis of de evil side... Die hebben ook toegang tot de light... Ja. Waardoor je alleen maar meer afvraagt van ja, wie is goed, wie is slecht. Is er wel goed en slecht? Is er een soort van balans? Ja, en dat is iets wat je gaat ontdekken in deze expansion. Waar resulteert dat onder andere in, hè? Het feit dat zij de light hebben? Nou, onder meer in vijanden die dezelfde acties hebben als jij als Guardian einde. Ja. Ik schrok mezelf de pletter toen ik op een gegeven moment... Waar word ik nou mee kapotgeschoten? Met een golden, je ziet het niet. Met een je golden gun? Niet. Ja. Door wie? Oké, okay. Ze hebben gewoon nu dezelfde abilities. Ja, maar knights met dubbele shields die maar blijven gooien. Wizards die halve warlock zijn. En acolytes die dan weer de hunters zijn. En ze hebben ook exact dezelfde skill move inderdaad. En de granaten ook, ja. Ja, het is insane. Zeg maar, je hebt de acolytes, dat zijn standaard. Is een hunter met vuurmesjes, om het even zo te noemen. De titans, dat zijn standaard, hebben ze twee paarse sentinel shields. En de warlocks hebben standaard een soort van thunder die ze uit een hand schieten. Ja. Hier zien we trouwens het nieuwe wapen in de game. De glaive inderdaad. Dus als het ware een beetje je secondary weapon. Ja. In het begin had ik zoiets van, oké, is dit het nou? Dit is het.
Ja, maar ja, tot nou, het... ik wou net zeggen, je moet er echt tijd en energie in steken. Tot ik je het gaat levelen, want je moet hem, je kunt hem als het ware customizen, je kunt hem naar eigen smaak een beetje upgraden. Ja. En ja, dan wordt het toch wel een heel interessant wapen om erbij te hebben. Nou, ik moet zeggen, ik had het precies hetzelfde toen we begonnen met de kleef. De kleef, moet ik zeggen. Het was denk ik niet voor mij. Het schoot een beetje langzaam. Het deed niet belachelijk veel damage. Precies. En, maar het is onderdeel van de quest, weet je wel. En ik ben echt de afgelopen week echt in een drang geweest om alles zoveel mogelijk af te vinken, af te doen. En op een gegeven moment was ik toch wel echt die glaive flink aan het levelen. Want in eerste instantie craft je hem zelf. Je kan ook meerdere wapens craften. Daar komen we later misschien nog wel heel even op. Ja, zometeen. En op een gegeven moment wordt het een bepaald level. En dan kan je de mods inzetten en... Jezus, de combinaties die je hiermee kan uitvoeren is echt belachelijk. Want je kan hem als een shield gebruiken, je kan hem melee gebruiken en je kan hem als projectile wapen gebruiken. Een dodelijke combi heb je daar al. Met een hele dodelijke combi. En als je op een gegeven moment ook nog bepaalde mods erin slot, het heet geen mods, maar het zijn gewoon bepaalde perks van het wapen. Weet je, op een gegeven moment heb je gewoon een suppressive glaive, waarbij je ook nog onzichtbaar kan worden. En al die synergie tussen onder andere je eigen abilities, en dat is Void 3.0 straks ook een heel groot onderdeel van, daar komen we ook nog wel op, die maken dit zo'n belachelijk sterk, vet wapen ook om mee te vechten. Ja, ik moet wel zeggen, je noemt nu Void, dat is een van de andere grote vernieuwingen. De Void Rework, ja. Ja, de Void Rework, Void 3.0. Net wanneer ik Stasis een beetje lekker gewoon aan mijn armor had aangepast, of mijn armor had aangepast aan mijn Stasis, krijgen we nu Void, waar je eigenlijk een beetje naartoe geduwd wordt wel met deze uitbreiding. Ja, 100%. Ja, je ziet heel duidelijk van, oké, dit is nu de klasse waarmee je heel soort van specifiek dingen kan aanpassen. Ook, ik heb er beelden van. Ik zat al te hopen dat de regie zou oppakken, dat als ik zou zeggen Void Rework, dat het dan... Maar goed, dat daar gelaten. Nee, je kan heel specifiek zeggen van oké, ik wil dit elementje, wil ik, waardoor ik toch wat sneller mijn granaat nog heb. En die granaten die doen dan meer damage. Of ik kan er invisible uit worden. Je had al die standaard abilities, waarmee je een soort van vaste waarden en vaste perks had. En nou heb je vooral dit met die aspects en dat daaronder. Die fragments. Fragments, sorry. Nee, daar ging een fragment. Ja, daar kan je net even wat meer mee tweaken. En dan, ja, ik moet zeggen, de Hunter. Ik dacht eerst, tot ik erachter kwam dat ik gewoon een soort van andere Void sub-class had, zeg maar. Dat mijn favoriete speelstijl met... Ik wilde gewoon heel erg die Nightstalker support guy zijn. Weet je, ik schiet een pijl, er worden heel veel worden er gehoekt. Iedereen kan... Agressiever dan in het verleden. Ja, hij is nu heel veel meer DPS gemaakt. Ja. En dat, ik weet niet of ik dat zo lekker vind, want ik vond het juist fijn om die supportrol te hebben. En nu word ik wat meer gedwongen richting de DPS. Behalve dat, dus, zeg maar, normaal gesproken had ik hem al klaarstaan, die pijl. En dan moest ik dus een andere kiezen. En ik denk dat dat meer lijkt op de klassieke Void Anchor. Ik vind een Hunter wel een DPS class. Ja, maar ik was zo gegroeid in die rol als enerzijds snelle gast die onzichtbaar kan worden. En je hebt met die rework meer dan genoeg mogelijkheden om onzichtbaar te worden. Dat is ook een probleem trouwens, in PvP op dit moment. Maar. Ja, nou, gelukkig speel ik niet altijd veel PvP. Maar... ja, ik heel erg met PvE had ik dan in ieder geval die rol aangenomen van kijk, in-out, onzichtbaar worden, mensen reviven. Als het echt heavy wordt, schiet ik die pijl. Dan is in één keer 20 mannen is getetherd en dan kan iedereen even een soort van momentje rust nemen en tegelijkertijd veel meer damage doen. En dan had de Titan had zijn eigen ding. De Warlock had zijn eigen ding. Maar het lijkt alsof het een beetje soort van gehusteld is. Ja, ik wou net zeggen. Want met Titan voelt eigenlijk sinds hele lange tijd echt useful als een teamplayer. Ja. En dat was het daarvoor niet. Daarvoor was het gewoon DPS. Maar ook gewoon volledig zelf gaan. En vrijwel niks voor je team hoeft te doen. Heel soms een World of Dawn. Bepaalde raids moest je die dan poppen. Maar dat was ook niet echt nodig. Zeker omdat die Wells er natuurlijk ook waren. Ja. Maar nu...
Ik heb een Void combo gemaakt met Void 3.0 met Titan. Echt mijn barriers die rechargen als een malle. Ik heb suppressive grenades die ik echt ontzettend veel gebruik. Maar omdat mijn barriers zo snel gaan, heb ik ook weer exotic gauntlets op mijn Guardian gezet. Waardoor je door de barrier heen kan schieten. Ja, dat is echt een OP. En die combinatie met elkaar, ik gooi de hele tijd om de, ik denk om de 30 seconden. Dus zo lang hoef je niet eens te wachten voordat je een nieuwe, voordat je een nieuwe barrier hebt. Hoor je de mensen? Dit is echt het moment om in te stappen nu, hoor. In, als je Koso hoort, toch? Nee, maar dit is diepgaand. Kan je inleven. Dit is als je echt je shit minutieus gaat aanpassen. Nou, als je Legendary wil spelen, en daar komen we denk ik ook zo wel op, dan is dit nodig. Weet je wel? Als jij gewoon lekker solo of met je vrienden gewoon een goede tijd wil hebben, dan hoef je echt niet naar al die minutieuze shit te kijken. Maar wil je high skill activity of high level activities wil je gaan doen, dan is dit echt een must. En vervolgens, ik heb dan exotic gauntlets die het weer mogelijk maken dat iedereen in mijn fireteam door het schild heen kan schieten. Ook nog eens een void overshield krijgen. Die zitten zo insane sterk. Echt belachelijk. Ja, nou, wat jij al zei, van je merkt wel dat men echt die kant op even gepusht wordt. Dit seizoen in ieder geval. Ja. Beetje Void is the way to go. Nou, ik was al een Void. Ik was een hunter met Void. Ja. En totdat het vorige seizoen me een beetje, althans, stasis, eigenlijk het afgelopen jaar was echt, stond in het teken van stasis. Ook met de hoe heet dat ding? Dat, wat je levelt. Die vijf kolommen, zeg maar. Ja, artifact. Artifact, inderdaad. Dat was echt gewoon stasis of weet je, die andere shit. Dat had alles behalve Void. En nu is het gewoon de Year of Void, zo'n beetje. The Season of Void. Dus nu ga ik wel weer terug naar Void. Ja. Maar het is een van de grote ingrijpende verbeteringen, of vernieuwingen in ieder geval. Evenals, je noemde het net ook al. Modden, de mogelijkheid om wapens eigenlijk. Ja, te craften. Het doet voor mij echt een boel. In eerste instantie, toen het werd aangekondigd, had ik zoiets van, ja, wil ik dit? Ik heb geen idee, want ja, je krijgt ook loot, weet je wel. Is dat niet de manier waarop je moet spelen? Mm-hmm. Maar eigenlijk, sinds het begin, het farmen van die materials, het maken van je gun. Je krijgt zo'n ontzettende band met het wapen wat je hebt, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is in een shooter. En vervolgens kan je hem dan ook nog iedere keer helemaal aanpassen naar je eigen voorkeur. Wat je ook nodig hebt voor een bepaalde activity of wat dan ook. En hoe langer je hem gebruikt, hoe meer je hem gaat levelen, hoe meer je weer ervoor vrij speelt. Dus het is steeds een ongoing thing. Ja, wat is nou precies het ding met die attunement? Soms vind je ook wapens. Ja, met een rode randje. Rode rand omheen en een rode balk of percentage. Attunement. Level 1, 2, et cetera. Dat is het farmen van materials. Als je zo'n wapen krijgt met een rode rand eromheen, dat betekent dat je dat wapen kan gebruiken. En hoe meer je hem gebruikt, dan krijg je op een gegeven moment 100% attunement. Dat kan dan met één strike zijn, hoor. Dat is niet belachelijk veel wat je daarvan moet doen. Nee. Nou, dan kan je materials eruit trekken. En die materials, die kan je gebruiken voor het craften of het modifieren van je wapens. Okay. Ja. En wat ik dus doe als ik zo'n wapen krijg, ik ga er gelijk mee spelen. En het toffe daarvan is dus dat de game je ook verplicht niet, maar moedigt je aan om andere wapens te gebruiken. Ik ook gebruik met de bounties. Ja, ik gebruik bijvoorbeeld nooit handguns. Ik gebruik bijvoorbeeld nooit echt shotguns. Nu je moet ik wel. Het shapen van een wapen. En overigens, je hebt gewoon een x-aantal blueprints zijn er eigenlijk, die ik hier nog niet allemaal heb vrijgespeeld. Maar als je dus inderdaad zo'n wapen naar level 3, wat er zo'n rond randje omheen zit, als je die dus gebruikt en je hebt hem naar level 3 gekregen, dan kun je die grondstoffen eruit krijgen. En dan speel je tegelijkertijd ook meteen de blauwdruk van het wapen vrij. Ja, en het vette hier van, kijk, daar zie je er dus inderdaad zo eentje. Het vette wat ik hier aan vind is gewoon, ik heb het idee, en dat hebben ze bij Witch Queen best voor elkaar meer dan ooit tevoren. Alles wat ik doe, heb ik nu het idee, het is rewarding. Het doet iets. Het geeft me iets. Ik ben niet hersloos aan het grinden. En dan komen we eigenlijk gelijk op de campaign aan. Want die vind ik zo ontzettend goed gestroomlijnd. Ja. Waar ik voorheen, en dat hekelde ik echt, van ik vind het verhaal van Destiny vind ik echt fantastisch. Maar heel vaak moest je gewoon boodschappenlijsten afwerken. Ja. Weet je, had je één vette missie. Pleur is vet, super spectaculair, vet veel lore. En vervolgens was het, ja, maak 500 headshots bij Cabal. Wil je meer doen, weet je wel? En gelukkig hebben ze dat nu helemaal eruit gesloopt. Je hebt niet meer die level gating shit. Sterker nog, missies zijn volledig op de schop gegaan. Ze zijn echt veel langer geworden. En zeker ook de boss encounters zijn
bijna soms dungeon mechanics. Het is grappig dat, zeg maar, daar waar je bij voorgaande expansions altijd was, de eerste missie was een soort van Hollywood blockbuster film, ja, waar echt alles explodeerde en het was bombastisch en super cinematisch. En hier is het meer van, oké, het is gewoon één constante stroom aan vette, lange, uitgebreide missies, ja, waarbij je gewoon, oké, er is een beetje een soort van standaard riedeltje van, oké, er zijn twee mini-boss encounters en dan is één boss encounter. Ja, je krijgt tegenwoordig loot tussendoor. Ja. Ik kreeg heel erg het gevoel dat ik een soort van mini-raids of een soort Nightfalls aan het spelen was. Zeker. Nou ja, vooral Nightfalls inderdaad, want dat is een beetje een ding. Je hebt een normale difficulty en je hebt dus de legendary difficulty. En ik heb tot nu toe alles het legendary gespeeld. Sommige zijn in mijn eentje gelukt, sommige zijn met z'n tweeën gelukt, sommige zijn met z'n drieën gelukt. Ja, dat scaled, hè? Dat scaled. Met hoe meer mensen je speelt en afhankelijk van hun level, wordt ook een beetje de moeilijkheid bepaald van de tegenstander. En die shit is vrij stijl. Legendary moeilijk, ja. Stel je voor, je hebt met een bepaald wapen schiet je een normale enemy in één keer door zijn kop, is die dood. Als je met z'n tweeën bent, heeft het al twee shots nodig. Als je met z'n drieën bent, heb je dan drie shots nodig. Bij wijze van spreken. Maar het zorgt er gewoon voor dat het altijd uitdagend is. Je kan niet levelen naar een niveau dat die makkelijk is, want hij schaalt gewoon met je mee. En het is ook gewoon precies de juiste spot wat mij betreft qua moeilijkheidsgraad. Want het heeft die old school challenge van toen Destiny net uitkwam, had je de Nightfall. Dat was echt lastig op dat moment nog. Ja, het was super vet. Eigenlijk hebben ze het sindsdien die game alleen maar makkelijker gemaakt. Op de raids na, waar je nog wel gewoon echt gewoon je goede challenge hebt. Yep. Totdat je er helemaal overleveld bent en dan heb je ook niet meer zo heel veel moeite ermee. Maar het voelt eindelijk weer als een struggle. En dat is lekker, want dan ben ik niet alleen maar hersenloos enemies aan het komen. Je hebt elkaar hard nodig. Ik bedoel, letterlijk gisteravond nog die battle die we hebben gedaan. Dat was was niet eens een eindbaas. Dat was een midboss in de campaign. Hoe we daar moesten samenkomen. Kom op gameplay nummer 4 volgens mij, jongens. Je hebt hem erin zitten? Ja. Oh mijn god. Maar afstand. Afstand is weer heel belangrijk. Schuilen is super belangrijk. Ja. Je moet echt die cheese plekjes vinden. Ja, echt, bubbels poppen is echt essentieel geworden, weet je wel. Dus je moet echt weer nadenken over waar je je positioneert. Want je kan niet meer gewoon een beetje double jump, triple jump en gewoon lekker knallen. Nou, hier hebben we hem al gehad. Ik zeg al tegen je van je moet even naar boven daar. Maar inderdaad, dit was weer de teamplay op een manier dat je dat het ook echt nodig was. Daar waar je de laatste jaren meer zo van iedereen werkt wel samen, maar iedereen werkt ook voor zich, want zolang ik maar lekker mijn eigen bak met damage doe, dan komt het wel goed. En dat was een beetje de rol die voor iedereen was weggelegd. Ja, en nu moet je het echt op elkaar afstemmen. Hè? En het maakt het zo fucking dope, jongen. En dat bedoel ik ook dus met die boss encounters. Het vereist tactiek, strategie en samenwerking. En dat was heel, dat is heel lang, of eigenlijk nooit heeft dat in campaign missies gezeten. En alleen in hoogstens strikes. Maar zeker dungeons. Ja, dungeons. Ik denk dat dungeons het meest in de buurt komen van de content van de laatste tijd. Maar de challenge die je eruit haalt, dat voelt meer als old school. Inmiddels heb je dus een old school Destiny, bijna, kun je wel gewoon zeggen. Ja. Dat voelt mij, voor mij als de struggle die ik nodig had. Ik wilde weer buffelen voor een missie te voltooien. In plaats van dat het altijd maar, de missies waren altijd zo fucking makkelijk, jongen. Dat niet normaal. Nee, je deed het puur voor het verhaal. En daarom, want de gameplay in de campaigns vond ik, was het minste eigenlijk van heel Destiny. Ja. De gameplay was het minste. En je deed dan voor het verhaal. En daarom haat ik het juist dat ze altijd zo, oh, je wil meer verhaal? Nou, doe dan even deze 300 saaie taken. Ja. Dat zit er allemaal niet meer in. En dat is zeer positief. Ja, zeker. Nee, dat is voor mij ook wel, denk ik, het hoogtepunt van deze campaign. Met de verhaalvertelling en de nodige cutscenes ook die erbij komen kijken. En er zitten goede plot twists in. Het plot is überhaupt dus al goed. Kijk, en hier zie je dan inderdaad jouw schild. Heel specifiek moeten wij met z'n drieën er een beetje achter blijven staan. Want ondertussen worden we gewoon beschoten. Dus ja, het verhaal is sowieso iets waar ze alleen maar beter in zijn geworden de laatste jaren. En ja, hier is dat weer een heel goed voorbeeld ervan. Daarnaast, als we dan even verder kijken dan alleen de Witch Queen zelf. We zitten natuurlijk nu ook in de Season of the Risen. Yep. Daarbij hebben we te maken weer met onze grote kabalvriendin Keitel.
Enkele seasonal activities daarbij komen, die erbij komen kijken. Nou, Battlegrounds kennen we al van volgens mij 2 seizoenen terug. Ja. Yep. En is nu weer terug, maar dan meer soort van op de Hive gericht. PsyOps, inderdaad. En ook die, ik vind ze wel echt veel chaotischer dan, dan die Battlegrounds. Want die Battlegrounds dit is met de bal. Maar het is niet moeilijke mayhem, maar het is mayhem. Nou, het is niet moeilijk omdat je oneindig kan respawnen. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook de challenges om deze flawless te doen. Ik had hem dat flawless. Is echt. Nou, dat is wel echt pittig. Dat is echt heel pittig. Want op het einde, zeker wanneer je in de Mindscape op een gegeven moment bent. Ja. Ja, dan gaat het zo ontzettend tekeer. En dan moet je ook nog eens tegen Savatoon vechten. Ik kreeg een Triumph voor Flawless, dat wel. Maar ik heb niet zo bij stilgestaan. Maar ik denk ook dat Flawless ook nog voor een team ding ook het geval is. Maar ja, anyway. Ik had niet het idee dat het zo'n gekke challenge was. Oh, maar ik heb er nog geen één gedaan zonder dood te gaan. In ieder geval. Oh, oké. Nou, dan heb ik iets heel vets gedaan. Wel weer lekkere boss mechanics, moet ik zeggen ook. Ja, toch? Ja, precies. Ja. Maar ook hierin. Kijk, ze hebben het vaste riedeltje wat ik al zei. Van, oké, je hebt 2 mini-bosses en je hebt 1 boss. In bijna elke activiteit is dat wel hetzelfde. Of zelfs bij raids. Oh, en we moeten trouwens nog zeggen, inderdaad, over boss fights. Die Lightbearer hives, die worden gelukkig spaarzaam gebruikt. Je komt ze niet de hele tijd tegen. En wanneer je ze tegenkomt, dan heb je wel zoiets. Oeh, dit wordt een challenge. Vergeet niet die ghost dood te maken. Ja, hier zag je het net gebeuren. Dan knijp je hem inderdaad kapot. Belangrijk, want anders respawnen ze gewoon net zoals dat jij dat doet. Maar dat is precies zo met jou natuurlijk. Want je bent een guardian. En dan dat light, dat revived jou gewoon. Ja, maar je zal niet de eerste zijn die heel sweaty een boss heeft verslagen. Yes! Ja, de feest zit te vieren en dan vervolgens vergeet die ghost dood te maken. En helemaal opnieuw mag beginnen. Voelt bijna als Neo, of niet? Nio, dan had je toch ook ineens dat er nog een fase kwam. Dat je dacht dat hij al... Dat is waar. Maar dat doet deze campaign ook vet. Want zeker richting het einde, wanneer weet je, bepaalde bosses op je pad beginnen te komen. Op een gegeven moment heb je het idee, yes, ik heb het gedaan. Ja. Ik heb het verslagen. Oh nee. Er komt nog een part 2 en die is een stuk lastiger. Ja, en op die manier ben je ook heel erg, helemaal met Legendary, ben je dus heel erg aan het afstellen van, oké, schiet jij die laatste rocket? Ik ren er alvast naartoe, weet je, om dat ding kapot te knijpen. Dus ook dat weer is een klein elementje. Maar ze voelen, dat was nog een beetje de vraag die ik had in eerste instantie, van oké, ja, leuk en aardig, we krijgen Hive Guardians. Zijn dat dan gewoon een soort van simpele mini-bosses? Of voelen ze wel echt een beetje als Guardians? Voelt het eigenlijk alsof een beetje de illusie van... Hier is gewoon een simpele AI aan het werk. Wordt het een beetje doorbroken of niet? Nou, ze zijn super agressief. Soms. Ze zijn agressief en ze zijn sterk. Ja. Ik bedoel, je kan ze redelijk snel dood hebben. Maar die gast, die ik zweer het, 1 hit met dus de granaten die jij ook tot je beschikking hebt. ik liet erbij, je ziet. Ik begon de stream met, we gaan solo, gaan we deze fucking boss op Legendary klappen. En ik was zo dichtbij, Skate. Ik was zo dichtbij. Echt, oh, echt? Zo'n klein stukje. En toen kwam de greed op. Nee, niet eens. Niet eens, want ik speelde heel rustig en ik zit in een huisje, in een hoekje. En vanuit het niets, boom. Granaat, zonder dat je hem kon zien. Ja, ik kon hem niet eens zien, dus ik kon er ook echt letterlijk niks tegen doen. En, oh. Maar dat is de shit waarvoor ik leef. En wanneer je het dan haalt, voel je echt een mannetje. Dus dat is wel de shit. Wat is er eigenlijk nog qua PvP zoal aan toegevoegd? Want daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik ben vooral met story nog bezig geweest. Ik heb niet heel veel PvP gespeeld. Ik heb Momentum Control samen met jou gespeeld. Maar dat is gewoon een weekly playlist, zeg maar. Ja, maar die wordt in en uit gewisseld, inderdaad. Want die zit er niet altijd bij. Ja, ik ben geen PvP-speler, maar wat je wel merkt met die Void Class, wat ik ook heb, is door die barrier te gooien, krijgen Titans altijd een Void Overshield. Ja. Dat is wel echt een probleem in PvP. Hunters die zijn op dit moment ook door die Void 3.0 bijna de hele tijd onzichtbaar. Dus dat is wel iets waar... Kijk, de gunplay en ook de modes zijn heel erg vet. Ja. Balans... Het blijft toch elke keer een issue, man. Ja, maar wat gewoon... Weer zo'n vast riedeltje van Bungie en Destiny... is altijd van... Oké, is er een nieuwe subclass? Of is er een reworked subclass? Is er een nieuw wapentype? Die zijn altijd veel te fucking sterk op het begin. Kijk naar de Prometheus Lens toen net die Trace Rivals werden geïntroduceerd. Ja, maar zoals je al zegt, dit is een herhalend ding. Het blijft elke keer terugkomen. Maar waardoor mensen op het begin wel gelijk zoiets hebben van... ik heb geen zin om PvP te spelen, man. Nee, maar het is lastig. Want enerzijds wil je dat iedereen met dat waar je aan gewerkt hebt...
aan de slag gaat. Ja, 100%. Je wilt het liefst dat iedereen Void gaat spelen op dit moment. Want hey, je hebt daar werk in gestoken. Dus waarom de fuck zou je dat niet willen? Je wilt dat mensen aan de slag gaan met een Glaive. Dus ja, wat zijn nou op dit moment de twee sterke dingen? De Void subclass en de Glaive. Voelen allebei gewoon heel sterk. Mm-hmm. Of daar in het geval van de Glaive sprake is van disbalans? Niet per se. Maar ja, het is een ding wat je eigenlijk tot nu toe elke keer voorbij hebt zien komen. Als er een nieuw wapen of een nieuw class of wat dat stasis, weet je. Pff, nou, heel de fucking PvP was bezaaid met mensen die stasis aan het zo komen. Laag ijs, zeg maar. Of, ja. Nou, echt. Ja, maar weer een voorbeeld ervan. Inderdaad, traces, stasis en nu dit weer, weet je wel. Het komt de hele tijd terug. En voor een multiplayer shooter developer zoals Bungie die Halo heeft gemaakt, vind ik dit toch raar. Ja. Ik blijf het raar vinden. Nou ja, dan voelt het bijna alsof ze het op PvE testen. En dan bij launch erachter dat komen. Dat het een nagedacht is, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje te sterk. En dat is jammer, want dan ga je vanaf dat moment loop je tegelijkertijd ook weer achter de feiten aan met dat je alleen maar dingen aan het herbalanceren bent. Herbalanceren. En dan balanceer je iets en dan raakt weer iets anders uit balans, omdat dat dan weer te slap of te sterk wordt. Ik ben blij in ieder geval dat bijvoorbeeld Scout Rivals iets meer liefde hebben gekregen nu en dat ze er weer een beetje toe doen. Ja, nou, dat is ook wel een ding natuurlijk per seizoen en per uitbreiding verschuift de meta een beetje van wapens die je kan gebruiken. Willen ze ook. Dat hebben ze wel duidelijk aangegeven. Ze willen ook dat ze eigenlijk een soort van preferred wapen per seizoen hebben. Want hè, de ene seizoen is je handcannon heel sterk. Het andere seizoen is je handcannon nog steeds heel sterk, want die zijn altijd heel sterk trouwens. Maar Scout Rivals hebben lange tijd aangevoeld als proppenschieters. En nu is het eindelijk weer een beetje... Puls ook hoor, veel Puls Rivals ook. Ja, maar vooral de Exodus. Vaak proppenschieters. Ja. Ja, ik heb maar nu mijn Outbreak perfected. Ja, mijn favoriete is weer terug. Exotic Primary. En hij doet 40% meer damage bij Red Bars. Dus, Jesus Christ. Ja, en dan nog met die nanites. Is dat een roll of standaard? Nee, dat is gewoon standaard. Ja, okay. Maar vooral als je de Catalyst dan nog erop zet, dan doet hij echt insane fucking damage. Gambit is op de schop gegaan. Ik ben er niet heel erg een fan van. Ik vond het chill dat het na één ronde was gegaan. Dat hebben ze nog steeds in stand gehouden. Geen fan van Gambit of van de vernieuwing in Gambit? Geen fan van de vernieuwing in Gambit. Okay. Ik vond het vet dat ze eerst van twee rondes naar één ronde waren gegaan. Ja. Het werkte gewoon beter. Het ging gewoon sneller. En zeker wanneer jij de eerste ronde geowned werd, dan ga je de tweede ronde niet meer je best doen. Want dan ben je alleen maar de potje aan het rekken, terwijl niemand meer wil spelen. Ja, maar ik had wel vaak het gevoel dat dan in het tweede rondje de achterliggende partij werd voorgetrokken. Ja. Af en toe een beetje. Ja, hoe dan? Dat is zeker waar. Door yellow bars meer te introduceren. Ja, dan waren meer van die high value targets en zo. Okay. Dus dan was het wat makkelijker voor de achterliggende partij om punten te scoren. Hmm. Maar kijk, op het moment dat je echt ass rate bent met nul motor. Ja, dan weet je ik ga niet meer mijn best doen. Ja. Nou, dit was één ronde geworden. En nu hebben ze toch weer een soort van verlengd. Het is één ronde. Maar tijdens de boss fight gaan elke keer die envoys die je normaliter op het begin neerschiet, die blijven spawnen op een gegeven moment. Okay. En zolang die nog leven, heeft de baas een shield. Okay. Dus, en wanneer je dat combineert met heel veel invaders, kan een potje echt heel veel langer duren. En dat vond ik niet zo heel cool. En natuurlijk nog steeds rocket guided missiles. Het zijn echt OP daar, man. Ja, je bent al zo vaak tyfus veel modes verloren door die shit. Ja, dat voelt niet zo heel erg goed. Ja. Vind ik jammer. Dat is een van mijn favoriete multiplayer modes, moet ik zeggen. Zijn er nog meer elementen van deze expansion die vernieuwd zijn of nieuw zijn of geherintroduceerd zijn? Het zijn eigenlijk allemaal wat dingen die we kennen. Exploration zijn ze veel beter in geworden gewoon de afgelopen jaren. Ja, de set pieces aan zich alleen al, weet je, alles voelt. En dat was iets. Eerst had je dat alleen bij raids. Gewoon elke scène, elke setting waar je komt. Bij raids was het altijd heel groot. En gewone exploration-achtige stukjes, die hadden nog wel eens van, oké, dit gebied ken ik al. Oké, weer zo'n gangetje, weer dit. Nu hebben ze heel vaak gewoon alleen deze cave al. Weet je, het is een hele simpele jumping puzzle. Maar het feit dat je nu al ziet van, deze setting is groot, het is episch. Weet je, die throne world ook. Ja. De eerste missie die je hebt en je wordt op dat schip geblazen. En je komt heel dichtbij en ziet ineens hoe gigantisch dat ding is. Ze hebben gewoon echt de dingen waar ze sterk in zijn,
daar weten ze steeds beter gebruik van. Nou, je merkt gewoon, we zitten nu, ik weet niet eens in welk jaar we zitten van de game, maar 5 volgens mij. Ja. Nee, volgens mij wel. Ja, van Destiny 2, maar ik bedoel van de hele franchise. Je merkt gewoon, ze hebben echt zo'n bulk ervaring inmiddels opgebouwd. En waar ze echt in shinen, wat je ook al zei, is gewoon worldbuilding en storytelling daarin. En ik merk ook bij deze uitbreiding, ik zei dat de campaign al enorm gestroomlijnd was. Ik vind dat eigenlijk voor alles wat je in deze wereld kan doen. Want je kan gewoon droppen en vervolgens ga je gewoon lekker je ding doen. Je kan gewoon lekker je ding doen. En het voelt niet meer alsof je een boodschappenlijstje aan doet. En er is altijd meer dan genoeg in de interessante dingen. Je kan de evidence boards doen voor meer lore. Je kan bij Finch, die vertelt je ook weer meer achtergrondinformatie over de hive en hoe het met de light samen is gekomen. Mm-hmm. Alles heeft een bepaalde functie. De enige wellspring, de six-play activity, nadat je de campaign hebt uitgespeeld. Ja. Het is leuk, maar... Ja, ik ben daar dus nog niet naartoe gekomen, want ik ben zo bezig met die story op Legendary uitspelen. Dat het... Ja, het is gewoon een zes-player chaos. Ja. En ja, moet precies. Je tegen... met hele lichte mechanics moet je wat bosses gaan verslaan. Dus dat kennen we denk ik wel. Maar er is inmiddels zo ontzettend veel te doen. Ja. En dan ook nog dat het verhaal... Ik vind qua campaign is dit de allerbeste Destiny tot nu toe. Ik vind het beter dan Forsaken. Wat heel lang mijn paradepaardje is geweest. Die sense of wonder die je had als je in de Dreaming City kwam. Zeker. En gewoon altijd dingen te doen waren. Die dat heb ik nu world, weer. Die Throne World die heeft ook wel een beetje elementjes van de Dreaming City. Als je kijkt naar het kleurenspectrum en dergelijke. Ja, heel erg. Natuurlijk, daar leunen ze heel erg op. Het enige wat ik wil zeggen, misschien de open wereld van... want dit is de open wereld van de Throne World. Dit gedeelte is vrij eentonig. Want je kan heel veel kanten op, maar je hebt nergens het gevoel dat het echt ertoe doet. Nou, en het voelt leeg hier. Dus dit is de open wereld. En hier vinden natuurlijk wel de public events en de patrols en noem het allemaal maar raak vinden hier plaats. Het voelt een beetje leeg. Ja. In de story campaigns en de strikes en whatever je allemaal wil spelen, is het compleet tegenovergestelde. Ja. Dan is het zo ontzettend flashed out. En dat deed me echt heel erg goed. Laatste ding. Je ziet mij hier al spelen met een van de nieuwe Exotics. Ik vind het echt weer een favorietje voor mij. Ja, jij was enorm ik ben zo te spreken meteen, van dit ding. Want deze het is eigenlijk een beetje een soort van cabal-themed wapen. Je schiet een soort van gewoon hele dikke machine gun kogels. Maar traag. Die wel sneller gaat schieten naarmate je meer raakt. Maar de perk van dit wapen is, hoe meer je er raak schiet, je ziet het al. Kijk hier, missiles loaded en je gooit één fucking barrage. Ja, die is heel dus nice. Elke raakgeschoten kogel laat tegelijkertijd dus een raketje in een soort van een volley aan raketten. Waarmee het eigenlijk gewoon enkele andere favoriete wapens van mij combineert tot één. En dat vind ik gewoon... Dit is wat voor mij een exotic wapen maakt. Zo'n hele specifieke perk waarmee je of iets anders kan doen met het wapen, of het ineens nog voor iets anders kan gebruiken. En de combinatie van die twee dingen, die twee firing modes eigenlijk die je hebt met dit wapen nu, ja, dat vond ik fucking episch. Ik weet niet, ik heb bijvoorbeeld de Exotic SMG heb ik nog niet gehad of gekregen. Ja, die moet je craften, maar dat kan aan het einde. Nou, die heeft dan weer een soort van homing bullets. Yep. Dan zijn er nog Exotic Glaives ook. Voor elke klasse, of voor elke, ja, dus voor de Hunter, de Titan en de Warlock heb elk een eigen specifieke glaive die je kan krijgen. Via story mode? Volgens mij is het via dat board. Nee, volgens mij moet je hem craften ook. Oké. Okay. Ja, ik heb nog geen idee. Want dat is het hele ding. Ik heb er nu echt heel veel uren al ingestoken de afgelopen week. Ik heb bij lange na nog niet al die fucking wapens. Echt bij lange na nog niet. En de campaign natuurlijk dan uitgespeeld. Het ding is daarmee. We krijgen nu Season of the Risen. Krijgen we nog steeds weer elke week nieuwe content. Ja. Elke week nieuwe content. En als ze dat een beetje doen zoals de vorige uitbreiding, dan ben ik daar heel erg down mee. Want het duwde mij toch die wereld in. En toch gewoon lekker exploren. Omdat je gewoon meer wil weten van het verhaal. Want de schrijvers bij Bungie, die zijn wel echt top tier. Ja, verwachten jullie wat dat betreft dat dit ook eenzelfde speelduur zal krijgen? Een beetje dezelfde lengte als een Taken King in het verleden en een Forsaken? Want dat waren toch wel de expansions die er het meest bovenuit schoten. En die ook van je vroege, of die in ieder geval uitdaagden om lekker te blijven spelen.
worden, weet je wel. Dat is bij heel veel andere jaren en seizoenen echt een heel stuk minder het geval geweest. Ik denk dat die missies die je nu Legendary kan spelen, ik denk dat dat een hele grote rol gaat spelen. Challenge wordt. Hè. Ja, want je hebt ook weekly missions en ook bij die weekly missions heb je weer 100k challenges, geloof ik. Maar alleen die missie alleen al, omdat de campaign missies nu eindelijk goed in elkaar steken en ook bepaalde mechanics hebben, voelt het gewoon leuk en uitdagend om die continu te blijven spelen. Ook al heb je een hoger level, ook al heb je de allervetste wapens, het blijft uitdagend, want het schaalt met je mee. En trouwens, deze missies kan je allemaal opnieuw spelen. Je kan, het zijn gewoon replayable missions en dan kan je zelf kiezen of je Brave wil spelen of Legendary. Ja, en het klinkt eigenlijk heel raar dat je het als iets cools laat klinken dat je een missie opnieuw speelt. Maar in Destiny is het zo'n soort integraal deel van de game. Daarvoor zou je dat nooit doen. Nee. En helemaal als het dus een weekly ding is. En wat ik vooral hoop is dat ze weer gewoon elke week een cutscene, elke week een verhaal snippet. Dat je gewoon wel echt... Nah, zie je dat gebeuren? Ja, dat nou ja, zeker. Altijd. Ik bedoel, dat is juist wat ze de afgelopen twee seizoenen heel erg hebben ingevoerd. Van willen mensen wekelijks ook niet alleen iets te doen geven, maar ook met het verhaal bezig laten zijn. Je ontrafelde zeg maar meer en meer van de Witch Queen die bij Mara Soft stond opgesloten en gesprekken met haar, gesprekken met de Witch Queen en Odrin Soft en ja, voor dat soort dingen, voor iemand die gek is op vette verhalen, daar doe je het voor. De dingen die je daarvoor moest doen, die werden op een gegeven moment wel een beetje repetitief en dat zou hier ook kunnen. Ja. Kan ik nog niet zeggen, want we zitten in week 1. Ik weet niet wat week 5 aan content en de weken daarna gaan brengen. Wat in ieder geval in zijn voordeel speelt van deze expansion is het feit dat het weer meer dan ooit lijkt te leven sowieso. Ook bij de Destiny spelers. Je merkte duidelijk dat de anticipatie was groot. Veel mensen hebben hem nu weer opgepikt. En ik heb ook wel het gevoel dat, zeker ook clan-based en dergelijke weer, weet je wel. Ik denk dat heel veel mensen echt de komende maanden hier aan blijven plakken. Ja. Nou, vooral Void 3.0 en de mods die ze natuurlijk al een hele tijd geleden hebben geïntroduceerd, zorgen er gewoon voor dat je continu kan tinkeren aan je beeld en vervolgens je perfecte beeld kan vinden. En wanneer je dat allemaal hebt gedaan, waar we echt heel veel uren in zitten, kan je dat nog eens met twee andere Guardians doen. Een Warlock en een Hunter in mijn geval. Ja precies. Ja, dat klinkt ook van, dan mag je het nu allemaal weer gaan doen. Maar het is een Destiny way of life. Ja, maar het, het hoort erbij. Ja, ik wou zeggen, het zijn zulke compleet verschillende speelstijlen. Ja. Het waarborgt het wel. Ja. Zijn er nog... last remarks. Ik kijk heel erg uit naar het einde van deze week, waar we, of sterker nog, volgens mij nu al, waar we aan de slag kunnen gaan met de raid. En ik wil gewoon eindelijk weer eens een blind de raid ingaan. Ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Jij wel, volgens mij, hè? Bijna alleen maar. Alleen maar? Ja. Dit gaat voor mij de eerste keer worden. Dus, ja, ik ben heel benieuwd. Je gaat niet eerst stiekem nog YouTube-filmpjes kijken dan en zo? Ja, kan niet. We doen hem vanaf dag 1. Dus oh, toch wel. Het staat er niet op. Zo van, ik denk dat wij hier dit moeten schieten en dat vast moeten houden. Ja, maar dat krijg je vanzelf in de chat, toch? Als je het niet weet. Hey, heb je al geprobeerd? Ja, en dan super specifiek, weet je wel. Mijn derde schilderij links. Oh nee, dat wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Het viel me gewoon op. Alright. Jij nog iets, Kate? Nou ja, ik kijk er in ieder geval weer heel erg naar uit om dit binnenkort op te pikken. Hij staat even on hold, maar het is niet anders, weet je wel. Het is de timing geweest, ongelukkig. Ja, zo begonnen we ook natuurlijk de review. Hè? De timing is een beetje... Precies, maar genoeg content in ieder geval. En genoeg redenen om weer terug Destiny 2 in te duiken. Ik was de afgelopen weken was ik al bezig weer even sneaky offline, weet je wel, in mijn eentje. Gewoon even wat... We zagen jou inderdaad. Ja, even wat oude missies even oppikken en even die grind om toch in ieder geval weer expansion ready te zijn. En ik ben het enigszins. Ik mis er wel op. Ik moet nog steeds de Gjallarhorn moet ik nog steeds hebben. Ja, ik ook. Ja, ja maar laten we een keertje doen. Dus is een dungeon. En een hele vette dungeon ook nog. Was in mijn eentje. En met het level wat ik was, dat sloeg helemaal nergens. Dungeon moet je ook niet eentje doen. Nee, maar inmiddels ben ik ready. Dus met wat andere mensen gaat het prima, denk ik. Maar nee, ja, ik heb er in ieder geval wel weer heel erg veel zin in. Je merkt toch ook meteen van, met nieuwe wapens en het knalt zo lekker weg, weet je. Er is weinig dat zo lekker wegknalt als Destiny. En ja, dat is een van de belangrijkste redenen, ook voor mij, om weer gewoon lekker er terug in te duiken. Ja,
Ja, nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik ben weer reet enthousiast. Is dit dan het moment om weer terug te keren in Destiny? Ja. Dit is het moment waarom we op de wereld weer teruggeven. Was je ooit weg? Ja, zeker. Ik, was okay. Ik ben ongeveer 3 maanden uit geweest. Nou, dat klopt ook wel ongeveer met hoe lang deze expansion is uitgesteld. En ik denk 3-4 weken voordat deze expansion uitkwam, begon toch weer te kriebelen. Mm-hmm. Ja. Ben er weer ingedoken, ging in de Ascendant Plane. En weet je, ik had niks erbij gezocht. Ging gewoon lekker op verkenning. En dan kom je achter zoveel secrets en zoveel dingen. En ja, ik zat er weer helemaal in. En nu dubbel en dwars.